Ik ben opgegroeid in Maastricht. Niet hier, dit is het Sterrenplein. Maar we zijn hier, want mijn vader bracht hier de melk. Mijn vader was melkboer. Dus waren we allemaal melkboer, want we werkten allemaal mee zoals dat gaat bij zo'n kleine middenstander. En dit is de Parallelweg. En we brachten de melk zeg maar, bij al die huizen hier. En dan kwamen de mensen aan de deur. Maar hier boven woonde een mevrouw, die kwam niet naar beneden. Ik weet eigenlijk niet waarom niet. Dan belden we aan en deed ze het raam open. En dan liet ze een mandje zakken aan een touwtje met daarin het geld. En dan riep ze uit het raam wat ze moest hebben. Volgens mij min of meer altijd hetzelfde. Dan deden wij dat erin. Wisselgeld erin. En dan takelde zij dat weer op. En dan zei we dag. En dat ging elke week, ging dat zo. Maakt echt wel wat uit of je vader een leraar was of melkboer. Maar mijn ouders hebben ons eigenlijk daar immuun voor gemaakt. Door te zeggen, je bent niet meer, maar ook niet minder dan een ander. Hebben ze ons heel veel vertrouwen in onszelf meegegeven. En toen ik net 18 werd, ging ik in Rotterdam studeren. Echt een heel andere stad dan Maastricht. Ik vertrok vanaf het station. Mijn moeder die zwaaide me uit. Die moest een beetje huilen. Dat vond ik best raar. Want ik dacht, het is toch fantastisch wat ik ga doen. Ik voelde ja, dat ik de vrijheid tegemoet ging. Maar ja, dat is ook een beetje het egoïsme van de 18-jarige. Want nu begrijp ik heel goed dat mijn moeder dat ook best wel moeilijk vond. Maar wat er heel bijzonder aan was, en dat besefte ik natuurlijk pas veel en veel later, is ja, dat zij mij en ook mijn broer en mijn zus hebben laten gaan naar plekken en werelden die zij zelf niet kenden. En ja, en dat toch vol vertrouwen deden. Dat is eigenlijk best bijzonder. En dat, dat gun je elk kind. Tijdens mijn studie, maar vooral tijdens mijn werkende leven daarna, kwam ik meer en meer in aanraking met de politiek. En ik besefte dat ik wel kon blijven kloppen aan de poort, maar ook dat verandering pas echt komt als je zelf van binnenuit het systeem verandert. En dat laatste ging ik doen toen ik me aansloot bij de Partij van de Arbeid. In januari 2017 nam Trump zijn intrek in het Witte Huis en een van zijn eerste daden was om alle hulp te stoppen aan organisaties in ontwikkelingslanden die vrouwen toegang geven tot veilige abortus als ze dat nodig hebben, seksuele voorlichting, gratis anticonceptie. Ik dacht ja, ik moet iets doen. Ik ben een initiatief gestart om het verloren gaande geld op een andere manier bij elkaar te krijgen. Het heet nu She Decides. Het is een wereldwijde actiegroep zou je kunnen zeggen. Inmiddels hebben zich meer dan 80 landen aangesloten. Tienduizenden burgers, vooral jonge mensen, die zijn opgestaan. En ja, die vragen nu hun eigen regeringen om pal te staan voor de rechten van vrouwen en meisjes. Ja, daar ben ik ontzettend trots op. Dat had ik natuurlijk nooit kunnen denken toen ik bedacht, er moet iets gebeuren. Voor verandering zijn helemaal niet zoveel mensen nodig. Maar er zijn wel mensen nodig die zich laten horen, die opstaan. En dat zie je eigenlijk overal ter wereld. In Bangladesh, waar de mensen die in de textielfabrieken werken opstonden omdat ze een eerlijk loon wilden en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. In Nederland laten de leraren en de verpleegkundigen van zich laten horen omdat ze meer nodig hebben dan applaus alleen. Dus ik zou zeggen tegen iedereen, laat je horen. Laat ons weten dat het anders moet. En dan de volgende stap. Dan moet dat ook politiek werkelijkheid worden. En daarom zit ik in de Tweede Kamer, want ik sta aan jullie kant.